Leo Gio van Angelo, je gaat een spannende week tegemoet. Het wordt een hele spannende week, inderdaad. Dat is eigenlijk van de week al begonnen, Henk. Want uh, ja, gistermiddag dinsdagmiddag moest uh, de hele delegatie, bestaande uit 23 man, spelers en begeleiding, moesten getest worden op uh, COVID-19 op corona. Dus daar krijg je zo'n uh, stokje in je neus. Ja, ik moest er ook aan geloven. En er is een stokje in je neus. En een uur geleden is de uitslag binnengekomen van bijna iedereen. Degenen die gisteren getest zijn, die zijn allemaal negatief getest. Dus die mogen sowieso straks op het vliegtuig stappen. Vandaag moesten er nog vier spelers getest worden. Dat moest in Amsterdam gebeuren, in het ziekenhuis. En die uitslag die zal later vanavond bekend worden. Maar ik ben eigenlijk positief en ik ga ervan uit dat ook die vier spelers gewoon negatief getest worden. En dus gaan er 23 spelers en begeleiders gaan aanstaande donderdagmiddag om half drie de lucht in richting Trondheim, Noorwegen. Ja, tegen wie moeten ze? Ze moeten tegen Ul... Utlera voedsel uit Noorwegen. Dat is de Noorse landskampioen. Uh, ja, die hebben het voordeel dat ze sinds een aantal weken alweer mogen, volledig mogen trainen en mogen spelen. Ze hebben inmiddels al twee competitiewedstrijden achter de rug en uh, met goed gevolg afgewerkt. Daarentegen, hier in Nederland, uh, was het uh, spelen natuurlijk helemaal aan banden gelegd. Totaal geen amateursport. En trainen moest ook op een aangepaste manier gebeuren. Namelijk uh, eerst in viertallen, later werd dat tweetallen. Onlangs met de. Uh, Iets wat versoepeling van de regels vanuit de overheid. Weer met viertalletjes te trainen. Nou, vanavond ga ik nog eventjes kijken bij de laatste training. In Zwagisport hadden opgang. Daar zal ik ook nog wat van beelden van gaan maken. Uh, straks in Noorwegen hebben ze nog twee trainingsmomenten. alvorens zaterdag de wedstrijd is. En dan uh, mogen ze wel op een gewone wijze trainen. Dus gewoon als hele groep zijnde. Nou is er één klein voordeeltje. Hovo kubo heeft een aantal internationals uh, in hun gelederen... die dus uitkomen voor het Nederlands zaalvoetbalteam... onder leiding van bondscoach Max Tjaarden. En daar mochten ze in de bekende bubbel wel volledig trainen. Dus dat is al een klein voordeeltje voor de ploeg van trainercoach San van Dijk... die toch wel wat positief gestemd is. Want hij weet natuurlijk dat hij uh, best wel kwaliteit uh, in huis heeft qua spelers. Ja, even een vrijblik op, op, op zaterdag. Uh, ja. Die Noorse team... Het ja. een sterke tegenstander, denk je? Het is wel een sterke tegenstander, maar ik heb wat beelden gezien. Ik heb ook nog even overleg gehad natuurlijk met trainercoach Sander van Dijk. Als je gaat kijken naar het niveau wat zij etaleren op de vloer, moet je dat, als je het gaat vergelijken met de Nederlandse situatie, met de Nederlandse eredivisie, dan is het een ploeg uit het rechterrijtje. Dus niet uit het linkerrijtje, uit de top, maar uit het rechterrijtje. Dus normaliter gesproken uh, zou hoven die wedstrijd moeten winnen. Maar ja. Uh, Hoover Kubo heeft natuurlijk aangepast moeten trainen. hebben al uh, heel lang geen wedstrijden gespeeld. Ze hebben wel geteld vier competitiewedstrijden kunnen spelen, alvorens de boel op slot ging. Die hebben ze overigens alle vier wel gewonnen. Maar eh, ja, je ontbeert natuurlijk wel wat wedstrijdritme. En ja, dat is het enige waar eh, de trainercoach een heel klein beetje bevreesd om is. En vandaar dat het toch wel prettig is dat ze straks eh, in Trondheim in de sporthal... nog twee trainingsmomenten hebben waar ze dus op een bepaalde spelsituaties kunnen oefenen. Hè. Denk aan corners eh, of bijvoorbeeld een, een man-meer situatie en dat soort zaken. Want daar kan je natuurlijk best wel een hoop voordelen uit behalen in het zaalvoetbal. Ja. Nu ben, je, ben jij daar de verslaggever. Is het live te volgen? Het is live te volgen. Ja, ik heb zelfs een dubbel functie, want ik ben natuurlijk niet alleen als journalist bezig, maar uh, net als vorig jaar, toen ik met Hove Cubo in Wit-Rusland was voor uh, de Champions League, uh, ben ik tevens ook de zogenaamde press officer. Dus ja, mocht er Journalisten zijn die bijvoorbeeld een interview willen hebben met de trainer coach of een speler, dan zal ik dat in goede banen moeten leiden. Evenals de contacten met Nederland. Dus eigenlijk een dubbelfunctie. functie. Maar die wedstrijd is inderdaad live te zien. Ik was al hier al een beetje bezig met wat techniek omtrent die stream. Het wordt gestreamd via de kanalen van Hovo Cubo. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is een betaalkanaal. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Uh, Hovercubo uh, heeft natuurlijk nagenoeg geen inkomsten. Sowieso niet uh, omdat er geen recepten zijn uh, vanwege het feit dat er geen publiek is. En ook uh, sponsoring, uh, dat is in deze, in deze tijd een beetje lastig. Dus uh, men probeert dan uh, door middel van zeg maar, een pay per view, dus betalen per kijken, uh, ...toch nog een heel klein beetje inkomsten te genereren. Waarbij ik wel moet zeggen dat uh, ten aanzien van deze wedstrijd, als ik me niet vergis, een groot gedeelte van de inkomsten van uh, uh, de ticketverkoop uh, ten goede is van een goed doel. Ik dacht dat het uh, 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 Stichting Kasper of iets dergelijks was, maar hou me te goede. In ieder geval, uh, een gedeelte gaat dus naar het goede doel. En meer informatie omtrent die live uitzending, die ik overigens zelf mag becommentariëren, daar ben ik heel blij om. Uh, op de website van de uh, zafelbevereniging Hovocubo En dat is hovocubo.nl. Hey, ik wens jou uh, ontzettend veel plezier en succes. Daar in lukken. Dat ik gaat denk lukken. dat je wel een dikke trui mee moet nemen en een winterjas. Ja, want de, de, de gemiddelde temperatuur ligt daar inmiddels al rond het vriespunt. Maar gelukkig ja. dat uh, binnen Hovocubo Cubo uh, er uitstekende shirts uh, met logo's zijn gerealiseerd, prachtige jassen gewatteerd. Dus die heb ik ook. En zelfs de mondkapjes zijn voorzien van het prachtige logo. Wel, wij gaan kijken zaterdagavond. En verwachten je verslag. Zondag. Dankjewel, Henk. Veel plezier. Ciao. Hoi.